Ja, wij komen vanuit het duister onder de stadhuisbrug vandaan. En wat ontvouwt zich hier? Het prachtige panorama van de werfkelders. Utrecht is uniek voor zijn werfkelders. Ja, er zijn ook andere plaatsen waar enkele werfkelders zijn. Maar zo omvangrijk als het verschijnsel in Utrecht is, is het nergens. En die werfkelders die dateren uit de middeleeuwen. En die hebben eigenlijk Utrecht opgestuwd als handels- en havenstad. Zo moet u eigenlijk de werfkelders zien als het centrum van Utrecht als handels- en havenstad in de midden. Dat moet natuurlijk een reden zijn geweest waarom die honderden werfkelders in de middeleeuwen zijn aangelegd. En die reden heeft direct van doen met de ligging van de stad Utrecht. Laat ik het u even laten zien. Kijk, hier hebben we Utrecht, hier hebben we de Zuiderzee. De Zuiderzee was handelstechnisch enorm belangrijk in de middeleeuwen. Heel veel belangrijker dan later in de 17e eeuw. En Utrecht heeft een prima verbinding via de Vecht met de Zuiderzee. En wat heeft Utrecht vervolgens gedaan? In 1123, dus al heel vroeg, hebben de Utrechtsers hier een waterverbinding gegraven naar de Rijn toe. Hier loopt de Rijn. En die heet de Vaartse Rijn. En om nu die Vaartse Rijn te verbinden met de Vecht, hebben ze dwars door Utrecht de Oude Gracht gegraven. Dat ga ik u ook even laten zien. De zaak moet niet wegwaaien natuurlijk. En het is maar de vraag of het me dit lukt. Even kijken. Kijk, hier staat de Vecht. Hier stroomt de Vecht. Hier hebben we de Vaartse Rijn. Kijk. En wat is de Oude Gracht? Dat is de verbinding van de Vaartse Rijn met de Vecht. Maar hier ziet u dus eigenlijk Utrecht als centrum van die twee handelstromen. Want die handel ging toen natuurlijk voornamelijk over het water. Hoe zijn nou die werfkelders tot stand gekomen? In zekere zin zijn die toevallig gegroeid. Hoe is dat gegaan? Kijk, hier loopt de Oude Gracht. En die was uitgegraven. Dat is een gegraven water. En wat ze eruit hadden gehaald, hadden ze op de kant gegooid. In de vorm van deze dijkjes. Nou kunt u zich wel voorstellen, die handelswaar die werd hier door bootjes aan land gebracht. En die worden hier op de kant gelegd. En wat moest er dan gebeuren? Dan moesten ze over dat dijkje heen gebracht worden, trap op. En dan weer in dat huis weer trap af. En daar werden ze in de kelder opgeslagen. Dus u begrijpt dat er al betrekkelijk snel een goochemert was. Die dacht, dat is wel erg onhandig. Weet je wat ik doe? Ik graaf door dat dijkje heen een tunneltje. Zodat ik de handelswaar in feite direct in mijn kelder kan onderbrengen. En als je natuurlijk eenmaal zo'n gang hebt, is het ook betrekkelijk voor de hand liggend om die ruimte groter te maken en van een gewelf te voorzien. Want dat is dan in feite je opslagplaats. De goederen worden hier aangeleverd en die kunnen hier onmiddellijk in een opslagplaats worden ondergebracht. Dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de werfkelders. Ja, u ziet hoe de horeca bevoorraad wordt met deze boot. En misschien heeft u zelf al bedacht, dit is zoals het sinds de middeleeuwen eigenlijk is gegaan.
He, die oude gracht is een verkeers- en handelsverkeersader. En u ziet, hij wordt nog steeds als zodanig gebruikt. U ziet hier eigenlijk prachtig gedemonstreerd het grootste probleem van dat werfkeldersysteem. Het moet onderhouden worden. Gebeurt dat niet, dan zal er een snel verval intreden. En ik laat u deze foto even zien. Die verbeeldt precies de situatie waar wij nu ook staan. En u ziet eigenlijk dat het met die werfkelders hier een nogal rommelige boel is geworden. En dat komt eigenlijk omdat vanaf 1900 ongeveer die werfkelders niet meer intensief gebruikt werden. Goederen werden niet meer over water aangevoerd, maar die werden dus nu met vrachtauto's aangevoerd. En dat betekende eigenlijk dat de hele zaak in verval raakte in de eerste helft van de 20e eeuw. En men begreep wel dat er iets aan gedaan moest worden. Maar Eerste Wereldoorlog, grote crisis, Tweede Wereldoorlog, het kwam er niet van. En daarom heeft de gemeente na de Tweede Wereldoorlog een overal plan opgezet. En die raakte in bezit van die kaders die hier zijn en van die kadermuren en van de voorzijde van die werfkelders. En die zijn in de loop der tijden, dat is een vrij langdurig proces geweest, allemaal opgeknapt. Ik loop hier nou zo vlot door, maar vroeger kon dat helemaal niet. Want je moet je voorstellen dat die aansluiting van de werfkelder op de gracht, dat was particulier terrein. Dus iedereen had zijn eigen terreintje. Dat toen die zaak ook een beetje in verval raakte, leidde dat ook tot een nogal romantische toestand, nogal een rommeltje. Want sommigen onderhielden hun terreintje helemaal niet. Of ze hadden er een tuintje van gemaakt of... Maar als u even terugdenkt aan dat plaatje wat u zag, dan ziet u dat als ieder zijn eigen terreintje heeft, niet waar, wat een romantische boel het kan worden, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel een deel van het verval. Iemand die alles weet van de werfkelders, in ieder geval veel en veel meer dan ik weet van de werfkelders, is René de Kamp. Dag Maarten. Die als historicus voor de gemeente werkt, dat is het ja, toch, hè? Ja, nou, hadden we het net over die restauratie van die werfkelders. Ja. Want die zijn er een tijdje weg beroerd aan toe geweest. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een enorm project geweest. Ja. En hoe heeft de gemeente dat eigenlijk georganiseerd, dat ze al die werfkelders die in particulier bezit waren, dat ze die dus konden opknappen? En ze zijn eigenlijk begonnen, want je hebt ongeveer 700-800 eigenaren in Utrecht met een werfkelder en een kelder erachter en een werf. Dat is bijna niet te doen om een restauratieproject te beginnen. Dus wat ze hebben bedacht, we gaan eigenlijk voor een symbolisch bedrag de muren van de kelders, de werven en de kaders overnemen. Maar de kelder zelf is nog steeds altijd particulier bezit. Nou, wie hebben we zo'n kelder? Ja. Bovendien in bezit van een hofleverancier. Ziet er wel mooi uit. Ja. Vooral met al die flessen, hè? Dat werkt altijd op je verbeelding, toch? Maar dit, je hebt natuurlijk, eigenlijk zijn al die kelders dus eigenlijk in tweeën. Namelijk één die onder het wegdek zit, om het maar even zo te zeggen. Ja. En de oorspronkelijke huiskelder. Ja. En wat je eigenlijk zo ziet, en dat is een heel mooi voorbeeld vind ik aan deze werfkelder plus huiskelder, is dat het nog eigenlijk gebruikt wordt zoals het bedoeld is. Ja, opslag. Want die onderbouw van deze huizen, die is ook van diezelfde tijd, waar begin 12e eeuw of zo? Ja, nou, dit is inderdaad
De oorspronkelijke functie van de oude grachten gaat inderdaad 800 jaar terug. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en ook mooi dat het dan een drankhandel is. Ja, precies. Dat is ook wel wat. Er werd natuurlijk goed wijn gedronken. Er was Keulse wijn in de middeleeuwen, maar er werd hier veel wijn gedronken. Ja. Maar het is een prachtig, want dit is even een hoeveelheid kelder, zeg. Jongen, jongen. Ja. Het is de hele diepte, gaan we meter of 30, 40, denk ik. Het grappige is natuurlijk dat de werven eigenlijk redelijk kort geleden een enorme verandering hebben ondergaan in gebruik. He, dus nu met al die lege kerken ook. Wat gaan we daar nou mee doen? En dat is met de werven is daar denk ik een hele mooie, zinvolle oplossing gekomen door het niet inderdaad lege, koude ruimtes te laten zijn, maar op te nemen in de stad. Dus door het restaureren, door het waterdicht maken van de gewelven. Kun je nu bedrijfjes, horeca, woningjes... Ja, je moet wel al die vergunningen aan die horecabedrijven geven. Ja, wel, wel. Maar het leeft wel. Het blijft wel leven. Ja, het wordt geen dood deel van de stad. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Er is ook laatst weer zo'n onderzoek geweest. Die hebben ook gezegd, zonder historische stad heb je niet voldoende seksappeal om echt een toeristische stad te zijn. Nee. Wat wel interessant is, Maarten, is dat... Oudgracht, deze huizen hier, die loosden vroeger hun riolen op de gracht. We hadden natuurlijk geen rioolsysteem tot ver in de 19e eeuw. Maar hier was het ontzettend lastig om riool aan te leggen. Omdat die huizen, waar moest je dat riool? Dus pas in de jaren 80 van de vorige eeuw, dus 30, 40 jaar geleden, zijn pas voor het eerst de riolen aangelegd van deze huizen. En die lopen voor de kades langs vaak. Als het pas in de jaren 80 is aangesloten, of dat riool pas is gebouwd, dan hadden ze dus allemaal bierputten. Ze hadden allemaal bierputten en deels ging het volgens mij gewoon op het water nog lange tijd. Ja? Ja. Drollen en de hele zante kraam. Ja. Ja. Dus dan dreven er af en toe... Er heeft er wel eens wat langs, denk ik, ja. Tja. Wat gebeurde er nou toen die werfkelders een beetje opgeknapt waren? Dat was zo in de jaren 50 en 60. En dan begint er eigenlijk een soort wilde fase. Een beetje Sodom en Gomorra in de werfkelders. Hier bijvoorbeeld zat de eerste koffieshop van Nederland, genaamd Sarasani. Ik dacht dat het een circus was, maar het was klaarblijkelijk ook een koffieshop. Iets verderop hebben we bij deze ook weer wat somber ogende groene deur. Daar was het COC gevestigd, al vanaf de jaren 50. En u begrijpt, de jaren 50, COC, dat lag gevoelig. Zo gevoelig dat het COC is een afkorting. En elke keer vergeet ik weer wat een idiote afkorting het is. Dus ik ga nu toch even naar mijn scenario kijken. De afkorting COC betekent... Cultureel ontspanningscentrum. Waarom? Waarom niet zeggen van gewoon homo's bij elkaar of zo, of weet ik veel, wat je ervan zou moeten maken? Omdat het de jaren 50 waren. Omdat het benepen, afschuwelijke, discriminerende jaren waren. Gelooft u nooit aan die praatjes over de heerlijke nationale gezelligheid van de jaren 50? Het was in allerlei opzichten een klote tijd. En nou ja, voor die werfkelders die kwamen vrij eigenlijk. Dus voor de jeugd was dit in eerste instantie een fantastische locatie. Hoe ronden we dat af, die werfkelders? Met een kleine anekdote. In 2008 is geprobeerd om die werfkelders op de UNESCO-erfgoedlijst te zetten. Maar de UNESCO wou dat niet, want die vond eigenlijk dat er al veel te veel oude stedelijke centra in Nederland op de lijst stonden, dus die hebben dat aanbod geweigerd. Dat vind ik op zichzelf verschrikkelijk jammer, want die werfkelders zijn eigenlijk meer dan werfkelders. Ze zijn een onderdeel van een soort uniek stedelijk landschap, wat een onderdeel is van onze economische geschiedenis, wat een onderdeel is van onze handelsgeschiedenis, wat in allerlei opzichten eigenlijk, zeker als ik hier nu sta,
op die middag, het komt een heel klein beetje licht. Het is een uniek landschap, een uniek stedelijk landschap. En ik moet zeggen, de gemeente Utrecht doet zijn best om de zaken zo goed mogelijk te onderhouden. Waarvoor hulde. En wat zien we hier? Een klein feestelijke ballon op het water.